Koetjes repen vreten tot we erbij neervallen. Joints paffen tot we vergaan. Er is een liga van anders content. Misnoegd door de vloed van bruinvesten waar ons Vlaanderenlandje mee wordt overspoeld. Begroet een nazi-hoer bonjour en geef haar 50 cent. Kwestie van een fractie van politieke moed. Onze centen draaien ze in de soep of in de worst, even kankerverwekkend als de wekker op zeven en voluit inhaleren op de grote steenweg. Vervuilende roestbakken als paradepaardjes van onze nieuwe regering. Wees nu eerlijk, wij zijn negers. En als de wever een beetje integer, geeft hij ons 50 cent of al zijn spaarcenten. Het is al om het even. Blijven leven met een aangebrande energiefactuur. Moeder alleen met vier jengelende kinderen aan haar been. Blijven overleven. Drie banen, langer werken. En op het einde rest haar enkel spleen. Beter het hoofd laten hangen, maar dat gunnen we hen niet. Nog beter ons aan de nek ophangen, maar dat gunnen we hen evenmin. Daarom de kinderen in bed en de tafel gedekt en koetjes repen en marihuana om te vergeten en een fles martini van de Aldi en een halve kiwi en kartonnen meubilair en artikels uit de flair en een half bevroren eclair en de wekker steeds weer op zeven. Na al die turteltreiterij en vrije gefrunnik en gepezen wever is de burger kwaad, maar snel vergeten. Eén vinger in de richting van de ongewassen vluchteling is dan voldoende, help, een neger. Want ze komen naar hier om van ons te profiteren, meneer, en ze zullen hun cultuur aan ons opdringen, mevrouw. Ach, het zijn moslims, juffrouw, een gevaar voor onze westerse waarden. Alsof onze eigen politici dat al niet lang voor ons betekenen. Net zoals de rijken naar wiens pijpen ze dansen en die ze pijpen naar hartelust steeds opnieuw. Want de beloofde premie ziet er weer mooi uit deze keer, meneer. Mooi genoeg om elke zin voor ethiek en menselijkheid zonder ook maar de minste schroom te laten varen. Er zijn verhofstedelingen die half Griekenland kunnen onderhouden met hun monsterloon. Maar laten we daar maar over zwijgen. Ook rijmt bankier nog steeds op vampier, maar laten we ook daar onze mond niet over openbreken. Die koevoet gebruiken we immers al voor hun bankkluizen. Het is tenslotte ons geld. Laat ons het terughalen. Dus, beste medemens, misnoegde burger, het is weer geoorloofd, het kan weer. Haal de guillotine nog maar eens boven. De eeuwen hebben deze ondergestopt onder een laagje stof, omdat we even waren ingedommeld. Vergeef het ons. Gesust en gepaaid door de consumptiemaatschappij, vergiftigd door opgekalifaterde leugens van de islamitologie, nee, van het katholicisme, nee, het neocolonisionazisme. De stront in onze ogen gesmeerd en dode doeleinden als konijnenkarkassen aan een lijn voor onze gecastreerde kijkers en benevelde blikken bengelend, tantalustaferelen bijna binnen bereik. Een eigen huis, een gezinswagen, een gezin, een carrière, een Amerikaans happy end van je happily en van je ever after en daarna een ijzeren hek rond en beton en prikkeldraad en CCTV arme broekscheiters aller landen die we zijn. En aan de grote centen durven we niet eens te raken. Dan gaan ze lopen, meneer en of mevrouw. We moeten ze soigneren, de superrijken en de hyperrijken en de mega super deluxe rijken. Mijn oplossing, nogmaals, de guillotine. Ontstoft en ontbloed en onteeuwd en klaar voor de nieuwe strijd. Want een beetje spreekwoordelijk bloed is goed en er is nood aan meer rood. En zonder hun mottige kop kunnen ze niet meer gaan lopen, laat staan naar het buitenland. Alhoewel onthoofde kippen vaak nog ettelijke en verschillende en verscheidene seconden rondlopen als een kip zonder kop, alvorens ze finaal en reutelend neerstuiken. Doodsoorzaak,
De bloedtoevoer van het hoofd naar het hart werd abrupt afgesneden. Door het verwijderen van eerstgenoemde en het laatstgenoemde orgaan hadden ze toch al niet. Een beetje politieke moed is goed en er is nood aan meer rood. En laat je niet kisten door lobbyisten en Pegida-racisten en sociale media-fascisten. Lo Pegida Sorasi Go. De toekomst is aan wie al deze godverdomse stront en scheid overstijgt. Transcendentie tot en met. 1, 2, 3, 4 guillotine van papier. Smeet plannen tussen pot en pint en joint en in cafés overal ten lande. En zuip en smoor en snuif u niet te pletter, maar schrijf uw manifest, gij letterzetter. Vrees niet, maar vreet de letters, gij letterfretter. Alfabetter, alfabest. Neem pen en doop het in asbest en bevlek het papier al hier en herinventeer de toekomst, meneer. Zet de straten van Braschaat blank met inkt en doorbreek hek en dam en poort en draad. En wees niet mild voor ze, maar laat ze zien wat echte angst is misschien. Gooi eens een alternatieve krant binnen. Menig invasie in gated communities. De burger wacht niet opgewassen tegen onze bolwassing. De revolutie is vies en mag zelfs een beetje stinken, zeker in Braschaat. En we zullen dezelfde fouten maken, want de geschiedenis is één lange inventaris van steeds overnieuw dezelfde fouten maken. Maar zo heel erg is dat niet, want alles is verdoemenis en verdoemd en verdomd zijn we allemaal zonder uitzondering en morgen koop ik toch gewoon een nieuw pak koetjesrepen. In al deze revolutionaire onwijsheden komt het op mij om 2 uur 's nachts op een smerig toilet in een nogal vreemdsoortige nachtclub. Terwijl ik andermans kotsbrokjes, waarmee de vloer is bedekt van tussen mijn tenen peuter, vervloek ik mijn nogal willekeurige beslissing eerder die avond om op sandalen te gaan feesten, maar zo gaat dat in het leven. En ik weet als geen ander dat ik morgenmiddag weer een rampzalige hoeveelheid kopjes espresso achterover zal moeten kappen om dit alcoholinferno te compenseren en normaal te functioneren. Iemand van op school vroeger had het ooit eens over alcoholocaust. Na me heel de nacht te staan murfzuipen met veel te dure martini en Ricard en vodka Red Bull en whisky weet ik wat allemaal op een propvolle bezweten dansvloer of aan de baldadige bar is ze niet zo zalvend en ontarmend als een warm tasje gourmet koffie of 5, 6, 7. Dat goedkope spul vertrouw ik niet, dat is bocht voor kansarmen en dat ben ik hoegenaamd niet. Maar er zijn er wel steeds meer in dit land en ze stinken en hun tanden vallen uit hun mond zoals de bladeren van de bomen. En soms wonen ze in Merksem, maar evengoed in bomen. En dan gaan ze naar de Wibra met die vlooienbal van een hond die ze aan een rozenles meeslepen en vastbinden voor ze de winkel binnengaan en stiekem hopen dat het mormel er niet meer is wanneer ze weer naar buiten gaan. En met hun leefloon en kopen ze allerhande brol die een normaal mens nooit van zijn leven zou gebruiken. Vooroordelen zijn hardnekkig, hanteer ze met mate, ook al staan ze weer afgeprijsd deze week in die vodden van gazetten, maar evenzeer op televisie waar mannen en vrouwen en halve zolen die wij politici plegen te noemen naar hartelust kankeren en ouwe hoeren over het belang van de burger of het gezin of het land of wat dan ook, maar juist geen kloten aanvangen om het hier voor ons maar een beetje beter te maken. Een mens vraagt zich af waarom hij, telkens hij de plee ziet onder te schijten, aan politici moet peinzen, en of dat Pavloviaans of Freudiaans of voor mijn part Cartesiaans is. Een mens vraagt zich heel wat af om 2 uur in de nacht, terwijl hij prevelt en een preek afsteekt tegen de satéresten tussen tenen en op de tegels. Er lopen hier rare kwieten rond in de nachtclub. Zo is er iemand die ervan overtuigd is dat, als hij maar aan genoeg mensen vraagt of ze met hem van schoenen willen ruilen, iemand uiteindelijk zal toehappen en hij niet op zijn versleten sneakers naar huis moet. Er zijn er die pillen met de laatste emoticons van Skype erop verkopen. Wie ze koopt is een half uur later zo zot als het achterhuis.
Vandaar dat er hier zoveel rare kwieten rondlopen. Tiens, merde. En ik weet dat ik hier stilaan te oud voor word en dat ik op dit uur beter thuis zit achter de laptop en kwade statusen op Facebook post. Ik heb daarnet al een roman kunnen verkopen aan een dronken punker en ook een aan een vrouw in een wit zomerjurkje. En de laatste goede deal die ik sluit vannacht is met misschien wel de raarste kwiet die hier rondloopt. En zo slenter ik 2 minuten later op iets wat knellende sneakers door de Begijnenstraat naar huis.